Oké, okay, Zalke, zeg voor ons, hoe voel je oor wat die raad gedoen het nou hier? Jy weet jy, ons is weer baie, ons is verskriklik beïndruk. Nee, ons voel, of ek voel, het is vir my een goeie gezicht om gister te sien hoe bezig die municipaliteit, die werkers van die municipaliteit hier was, en van vroegoggend af. En ek waardeer die feit dat hulle seker me moes gelees het van die berig, en dat hulle aangeslaan het op die noodroep van die gemeenskap om hier skoon te maak. So ek denk dat hy ons wel eens een groot waardering daarvoor uitspreek. Wel, dankie sê daarvoor. En dan wil ek ook, die raadslid moet ook bijgetrek word as een mens nou praat van dankie sê, want natuurlijk werk die raad, maar dan om dier die raadslid om hier so skoon te maak. Ek wil ook dan net by sê, dat die mens daarom nou redig met die mense van uitsig wil vraag, om hierdie pad skoon te hou. Soos ons net al gepraat het, dit was een pad, dit is een pad waar motors deur rein. Die motors kan soms te sien hierdie rein, as een vol van die vul is. Is nou weer lekker skoon, die kinders kan nou weer lekker hierdeur. Onze kinders hardloop aan appelmos hierdeur, so die kinders kan nou weer lekker vrylik. En mens hoef nou nie so te stres oor die kinders gezondheid, want jy moet die hele tijd vir die kinders sê, moet nie daar. So ek denk een mens is redig waar. Baie dankbaar vir wat die munisipaliteit gedoen het en dat hulle aangeslaan het op die noodroep van die gemeenskap om hier so skoon te maak.